heb dat toch een beetje idee dat hij elk moment kan ontploffen? Of, Nu wel, ja. Ja? Hoe bedoel je nu wel? Vandaag ga ik alles te weten komen over motorolie. We gaan ook testen wat er gebeurt als je met te weinig motorolie rijdt. Maar ook wat er gebeurt als je weer met te veel motorolie rijdt. En ik wil er ook achter komen waar die motorolie nou eigenlijk voor nodig is. Je ziet het al aan mijn handen, er is sowieso heel veel motorolie. En heel veel verschillende soorten olie. Ja? Kom, laat me even helpen. Hier. Zo, nou dit ging nog niet helemaal geolied. Hoe vaak komt het voor dat mensen met te weinig motorolie rijden? 1 op de 5 bestuurders die rijdt met te weinig motorolie in zijn motor. Dat is best wel veel. Dat is best heel veel, ja. Ja, wat is dan de oorzaak dat mensen met te weinig motorolie rijden? Nou, voornamelijk is het gewoon niet genoeg controleren. Dus niet structureel genoeg. Soms geeft je oliepeil het natuurlijk aan, maar mensen negeren dat, of niet? Ja, sommige auto's die geven inderdaad met indicatielampjes op het dashboard aan of er te weinig olie in zit. Maar veel moet je toch gewoon met de hand peilen en dat wordt dan vergeten. Ja, en om hoeveel tijd moet je dat doen? Want ik vergeet het soms ook wel eens. Hoe vaak moet ik dat nou doen? Nou, aangeraden is om 1 keer in de maand zeker wel even een keertje je motoroliepeil na te kijken. En zo nodig bijvullen natuurlijk. Freek, hoe belangrijk is die motorolie nou? Nou, die motorolie is heel erg belangrijk voor de motor. Zonder smering gaat die motor echt helemaal kapot. Zie het een beetje als bloed wat door je lichaam stroomt. Als je geen bloed in je lichaam hebt stromen, ja, dan gaat het met jezelf ook niet goed. En dat is eigenlijk 1 op 1 te vergelijken met een motor. Kan je dat eens laten zien hoe smeerbaar dit nou is? Ik heb nog een heel mooi proefje mee. Ja, dat dacht ik al, Freek. Oh, hier ook van. Sjoelen gaat op zichzelf natuurlijk best wel goed. Ja. Dus ik zou zeggen, joh, probeer eens een steentje eroverheen te laten glijden. Ja? Nou, je ziet het, op dit moment gaat het gaat gewoon niet zo lekker. Ze glijden niet zo makkelijk, die stenen. Ja, en ik zou zeggen, laten we eens wat olie erop doen en kijken hoe het dan gaat. Nou, wat we nu gemaakt hebben is een filmlaagje op het bord. Ja. En dat is eigenlijk ook wat er in de motor gebeurt. Een filmlaagje en daar zal alles een stukje beter op glijden. Nou, let's do it. Oh! Nou, maar dan ook gewoon, ja. Kijk, in de 4 punten. Hoppatee. Nou, hup, daar ga ik. Nou, dit is eigenlijk zoals een shoelbak hoort te zijn, toch? Ja, zeker weten. Dus moet je af en toe dus die motorolie bijvullen en dan moet je op de juiste manier doen. Maar ik zie nu heel veel verschillende soorten. Kan je me laten zien wat nou een beetje het verschil is? Zeker weten. Nou, het grote verschil tussen de olie die hier staan is dat je eigenlijk 3 categorieën hebt. Je hebt een minerale olie, een semi-synthetische olie en een vol synthetische olie. Deze prachtig mooie fles die ziet er heel oud uit. Is voor hele mooie klassieke auto's. En in de klassieke tijd had je nog niet zo vloeibare olie nodig. Ja, en als je die gaat bekijken. Voer voor de oldtimer, zeg maar. Voer voor de oldtimer, je ziet het. Oh, wauw. Dan hebben we de semi-synthetische olie. Ja. Daar zit dus al een deel synthetisch gegenereerde olie in. Je ziet dat het een andere kleur heeft. Dus een heel andere opstelling van de olie. Oké, en nou de derde? Ja. Nou, de vol synthetische olie. Dit is de meest nieuwe olie. Daarin zie je heel goed dat minerale olie echt gebaseerd is op normale olie. Dus wat uit de grond komt. En deze twee zijn met synthetische spullen bijgevoegd, waardoor ze toch ook een andere kleur krijgen. Ja, hartstikke leuk deze kleine proefjes, maar nu wil ik over tot het echte werk. Wat gebeurt er nou met je auto op het moment dat je met te weinig motorolie in je auto rijdt? Op het moment dat dat hij niet ingevet is, hij doet het wel, het werkt wel, maar het gaat allemaal niet zo lekker. Het gaat heel stroef, uiteindelijk slijt het veel harder als dat het zou moeten. Nou, laten we het even uittesten, joh. Kom. Zeker weten. Ja, Freek, ik ben natuurlijk heel lang, maar zo'n hoge instap heb ik nou ook niet nodig. Wat wil jij nou doen, man? Nou, ik ben nu even de olie eruit aan het laten lopen, zodat we kunnen meemaken wat er gebeurt als er echt geen olie meer in de motor zit. Oké. Zo, top, gebeurt. Toch? Zullen we de auto maar laten zakken dan? Goed idee, gaan we rijden. Ik ben heel benieuwd hoe ver we komen. Daar gaan we. Ik ben benieuwd hoe ver we komen. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Hoeveel meter denk jij? Kilometertje. Kilometertje, ja. Oké. Nou, dit gaat gewoon. Dit gaat nog lekker hoor. Het gaat nog wel. Ik kan hem zelfs nog eens een 2 zetten, jong. Ja, eigenlijk klinkt het als een hele normale auto. Nog wel, ja. Ja. So far, so good natuurlijk. So far, so good, ja.
Nou, dat is ook wel een beetje het hele punt waarom mensen te veel met te weinig olie rijden. Je hoort het eigenlijk niet zo heel goed. Nee, maar waarom wachten mensen dan zo lang met dat olieverversen? Is dat gewoon luiigheid? Luiigheid en soms ook dat mensen gewoon niet weten hoe het moet. Nee. Maar eigenlijk gaat het eigenlijk goed. Ik zou zeggen niks willen doen. Nee. Inpakken en meenemen. Ja. Top autootje. Niks aan de hand. Dit gaan we wel even duren. Dit gaan we wel even duren. Nou. Hebben we nog even de tijd? Want het gaat heel lang duren. Hij is te goed hoor. Ja joh. We mogen nog even. Ja. Maar hij begint al wel iets te grommen. Dat moet ik wel toegeven. Ja, ik hoor het nou ook een beetje hoor. Ja, hij begint al een beetje moeilijk te worden. Het wordt een beetje moeilijk. Ja, dan begin ik een soort van schurig geluid. Het is helemaal aan het roken, man. Nou, dit vind ik echt niet fijn, hoor. Wegwezen. Oh. Ja, Freek, wat is dit, man? We zouden niet meer kunnen rijden, maar dit is gewoon, gaat dat ding ontploffen of zo? Ja, nou ja, wat je nu ziet is inderdaad dat hij te weinig smering heeft gehad. Ja. Het schoolvoorbeeld van hoe het kapot gaat. Die rook, is dat nu niet gevaarlijk? Nou, dit is wat je nu voornamelijk ziet is waterdamp en een beetje oliedamp. Net zoals de theeketel, zeg maar, daar komt ook stoom vanaf. Ja, okay. Dus ja, dit gaat wel goed, maar ja. Deze auto is rijp voor de sloop. Oh ja? Echt ja. Als zoiets gebeurt, dan is het gewoon meteen klaar? Motor kapot, ja hoor. Dan is het echt onherstelbare schade. Absoluut. Ja, jij zei die auto ontploft verder niet, maar wat is hier aan de hand, joh? Kan gebeuren. Je hebt hier een motor. Kan je mij eens laten zien hoe dat nou zit met die motorolie? Ik begin even aan de onderkant. Hier zit de kartenplug. Okay. Hiermee haal ik dus de olie eruit. Ja. Dat heb ik net gedaan. Die zit in de kartenpan. Okay. Die kartenpan die houdt dus de olie op zijn plek. De oliezeef die zuigt de olie aan. De oliepomp duwt het door naar het oliefilter. Met hoge druk wordt het dus helemaal doorgepompt naar alle onderdelen in de motor. En het bovenste stukje, zelfs de nokas. Als dan de motorolie helemaal door het motor heen gelopen is, dan komen er door allemaal kanaaltjes, druppelt het allemaal weer naar beneden. Terug naar de kartenpan, waar het dan weer gefilterd wordt en weer opnieuw rondgepompt wordt. Ja, dit klinkt als een goed motorolie recycle systeem, maar moet je het dan ook verversen? Uiteraard moet het een keer ververst worden. Motorolie, daar komt vuil in, dat vuil wordt opgenomen. Dat gaat allemaal naar beneden en dat moet eens in de zoveel tijd vervangen worden. Nou, oliepeilen is wel een van de belangrijkste dingen die je zelf kan doen. En hoe dat nou gaat, is eigenlijk heel simpel. Bijna bij alle motoren zit er wel een oliepeilstok. In dit geval deze. Ja. Die loopt helemaal naar beneden, naar het karter, waar dus die olie in zit. Door middel van het uithalen van het stokje kan je dus meten hoeveel olie erin zit. Wat je altijd doet, is als je hem de eerste keer de peilstok eruit trekt, maak je hem even schoon met een doekje. Steek je hem weer terug in de peilstok. Haal hem nu weer uit. En dan kan je precies zien dat tussen deze twee stukjes, tussen die twee puntjes die erop staan, of die goed staat. En daartussen moet die dus staan om dus een goed motoroliepeil te hebben. Nou, als je dan een beetje te weinig hebt, dan gooi je een heel klein beetje in de motor en je doet het weer opnieuw. Het zal je dus gebeuren dat er te veel in zit. Ja. Wat kan je doen? Dan bel je de wegenwacht. Oké. Okay. Als er te veel motorolie zit, kunnen wij de motorolie eruit halen. Te veel aan motorolie eruit halen. Laten we nu testen wat er gebeurt met de auto als je te veel motorolie in je auto gooit. Dat is een goed idee. Laten we dat wel even op een andere plek gaan doen, want ja, dit is een beetje wel veiliger. Het wordt een beetje te heet onder mijn voeten. Ja, precies. Nou, eerst even checken hoeveel er nog in zit. Nou, daar kan nog wel wat bij, hè? Ja? Dus jij het tuurlijk. Zegt? Wow. Hoeveel meer doen we er nu in dan normaal? Wel zeker een liter of 2,5 te veel. Oei. Ja, wat gaat er gebeuren, Freek? Wat moet ik verwachten? Nou, we verwachten dat eigenlijk de motor zoveel olie heeft. En dit is een dieselmotor. Ja? En een dieselmotor die loopt op diesel, dat is olie. Ja, dat die eigenlijk alles gaat opzuigen. En dat die zo ver doorgaat dat die alles opverbruikt. En dat die motor helemaal hoogtoeren gaat draaien, roken en doen ellende. Nou, dat ga ik niet... Ik ga vast even... Freek, ik wens jou succes, jongen. Ik heb wel toch een beetje het idee dat hij elk moment kan ontploffen, of... Nu wel, ja. Ja? Hoe bedoel je nu wel? Nou... Stel dat dit nou gebeurt en je zit nog in de auto, natuurlijk zo snel mogelijk eruit, maar sleutel uitzetten
handrem erop, eerst de vierde versnelling en helemaal de koppeling op laten komen. En dan hopen dat het goed is. Het is ook helemaal blauw, joh. Ja, nou, dit is die blauwe rook, dus dan zie je echt dat het olie is die verbruikt wordt en in de fik wordt gezet. Ja. Oh joh, nou echt zo nog een laatste sputter en toen was het klaar. En nou is alle olie op. Nou, met te weinig motorolie gaat je auto helemaal stuk. Ja. En kan je hem meteen wegslepen. Maar met te veel motorolie krijg je dit. Eén grote rookpartij. Nou, dat wil je natuurlijk ook echt niet. Nee. Dus gewoon altijd je olie verversen en bijvullen. Absoluut. Oliepeilen, olie verversen. Ja, en als je dat gewoon netjes doet en regelmatig, dan... Heb je dit soort voorbeelden in ieder geval niet? Nee, maar mocht dit mij een keer overkomen, nou dan bel ik jou meteen. Helemaal goed. De wielen staan gewoon helemaal zo. Ja. Yeah.